Leden van het parlement hebben de regering aangespoord om transparantie te waarborgen met betrekking tot de Final Investment Decision, FID, die afgelopen maandag is ondertekend. Diverse fractieleiders erkennen dat dit een historisch moment is, maar dringen erop aan dat de regering de relevante documenten aan de Nationale Assemblée presenteert. NDP-fractievoorzitter Rabin Parmisser stelt dat natuurlijke hulpbronnen een bijdrage moet leveren aan de ontwikkeling van onze natie en vindt daarom cruciaal dat alle overeenkomsten in de Nationale Assemblée worden besproken. Ook Gregory Rusland van de NPS pleit voor meer transparantie in deze zaak. De CEO van Staatsolie heeft recent publiekelijk een aantal aspecten belicht die nader besproken dienen te worden. Tot mijn grote teleurstelling hebben de documenten hierover nog niet ontvangen. Dit is onacceptabel. Ik roep de regering op om de overeenkomsten met spoed aan ons te verstrekken voor een transparante behandeling. Voorzitter, ik vraag u om een behandeling hiervan op kort termijn mogelijk te maken. Met deze activiteit is er natuurlijk een nieuw tijdperk voor Suriname aangebroken. Een tijdperk waarbij als wij als samenleving verstandig omgaan met de mogelijkheden die gecreëerd worden, dat alle Surinamers een goed leven kunnen hebben, voorzitter. Tegelijkertijd willen we wel aangeven dat wanneer wij ons huiswerk niet doen, wanneer wij niet ervoor zorgen dat allerhande zaken in place zijn die te maken hebben met onder andere monitoring, controle, etc., dat wij een groot probleem zullen hebben. BEP-fractievoorzitter Ronnie Assabina merkte op dat veel rechtgeaarde Surinamers het frustrerend vinden dat zij niet op de hoogte zijn van de inhoud van de overeenkomst. Assis Kumar Gayadin van de VAP benadrukte dat de inkomsten uit deze natuurlijke hulpbronnen ten goede zullen komen aan het volk. Wij vinden dat as soon as possible, voorzitter, ja, dat openbaar moet worden gemaakt, voorzitter. En er zijn een aantal issues, voorzitter, die waarover de samenleving geïnformeerd en wenst te worden, voorzitter. We noemen zaken als zeg maar die belasting en verplichtingen, voorzitter, arbitrage, milieubeheer, natuurbehoud. En zo zijn er zo en andere zaken. Wij vinden ook, voorzitter, dat het niet zo mag zijn dat onze staatsolie, zodat we het zo zeggen, een machtsfactor wordt. Er is een traject uitgezet. De president heeft hier gepresenteerd een spaar- en stabilisatiefonds, de wijziging daarvan, maar ook de uitvoering van deze overeenkomst, productie sharing overeenkomst, die al lang bekend is, voorzitter, hoe dat zal plaatsvinden, hoe de verdelingen zullen zijn. En wij willen dat deel ondersteunen, dat met betrekking tot transparantie, maar dat heeft de president al aangekondigd. In het parlement liepen de meningen over deze kwestie uiteen, waarbij velen niet de gelegenheid kregen om zich te uiten. Gayadin benadrukte dat de bereikte FID het resultaat is van goed bestuur door de regering.